Binnen deze opleiding proberen we de modules die er zijn, dat zijn er 7, proberen zodanig vorm te geven dat eigenlijk, zoals je dat van de kandidaten ook hoort, wat we vandaag leren is morgen toepassen. Of wat ik de komende tijd meemaak, dat kan ik verwerken in datgene wat ik hier in de lessen meeneem. Dus heel erg interactief, heel erg praktijkgericht en dat moet ook, want dat zijn hele drukke managers, die moeten er allemaal bij doen vaak ook. En het is heel belangrijk dat ze daar voldoende tijd in vinden en dat ze dat dan gelijk kunnen toepassen. En ook de organisatie is daarbij gebaat om heel snel, als er dingen spelen, vernieuwingen of bestaande problemen, gebieden die er zijn, om die te voorzien van oplossingen en die met elkaar in de organisatie te implementeren. Nou, de opdrachten die je doet, die kun je echt uitvoeren op je werk met een theoretische onderlegger eronder. En dat is wel vernieuwend, daar leer je ook veel van. En dat, dat brengt jezelf ook wel weer tot andere keuzes. En eens een keer uit je eigen comfortzone en uit je eigen denkkader. En het is wel toepasbaar en het is ook aan jezelf wat je er uiteindelijk mee gaat doen. De deelnemers zie je veranderen, want ze komen hier binnen met de waan van elke dag, zou ik bijna willen zeggen. Natuurlijk hebben ze het een en ander aan bagage bij zich. Maar dit is een integraal traject waarin ze ook een jaarplan maken. Elke module draagt eraan bij. En dan zie je aan het eind van zo'n traject, waarin ze ook coaching hebben gevolgd, dat ze precies weten, veel beter weten moet ik zeggen, als manager zich te oriënteren, maar ook te presenteren in de organisatie. Ik zie voorbeelden, ook praktijkvoorbeelden, die je zelf ook weer kunt toepassen op je eigen organisatie, waar je anders niet zo snel aan denkt. Dus er is echt wel sprake van een stukje teamleren. En je bent toch een groep. Je gaat in een jaar met elkaar optrekken. Elke week naar Utrecht toe wat de verbinding is. En dat straalt wel uit dat je daar ook echt wat aan hebt. En je kunt veel halen bij elkaar.